In de nacht van 13 oktober 2019 komt Jelko via de balkondeur het appartement van zijn ex-vriendin in Hamburg-Heimveld binnen. Hij steekt haar en probeert haar hoofd af te snijden. Daarna verwondt hij de buurman, 61 jaar, die ook aanwezig is. Tijdens de misdaad slapen de 3-jarige zoon en zijn neef in het appartement. De volgende ochtend geeft de dader zich aan bij de politie. De zoon gaat naar familie. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eerwraak. Abonneer je op ons kanaal. Onderzoek eerwraak.